Het traditioneel gezag van de Quinti-gemeenschap heeft president Chandrika Prasad Santokhi gevraagd om steun bij het tot stand komen van landbouwproductie en drinkwatervoorziening in de dorpen Witagrong en Kaimanstong. Om dit te kunnen realiseren is er behoefte aan training, financiële middelen en de nodige machines. Ryan Clemens, secretaris van het traditioneel gezag, zegt dat er ook steun is gevraagd om andere vraagstukken in het gebied op te lossen. Wat is het belangrijkste punt waarover er gesproken werd? Voor ondersteuning om landbouwprojecten eigenlijk dus naar het gebied te brengen. Zodat de mensen van daar ook getraind kunnen worden. En dat ze dus ook hun spullen eigenlijk kunnen verkopen en daarmee ook zichzelf kunnen onderhouden. Tweede belangrijk punt is dat we hebben gesproken over ons natuurreservaat. Het is om en bij 9000 hectare groen. 4000 hectare is eigenlijk, in beslag genomen of ingetrokken, ik weet het niet, zonder het traditioneel gezag te kennen. Maar per beschikking is het 9000 hectare en het is van Kaimanstong. Roko de wan mi wan prani mi wan kweki alles aan mi wan doen. Voor tja ontwikkeling kon je naar precies. Dus dat mijn breedte van comité aan hoe lang heb ik bij wanneer maar. Nothing. Dus mijn sabi dat ik druk. En China, dat toe kon. Toen tak makandra, want toen rokken samen. De gereedschap toren, dat daarom de een probleem. Dus soms heb je zo'n gereedschap wel lopen. Dat effe kon dat voor tja de zand dat kon. Weet je. Dus, maar het is niet voor dat ik me loop, dat is een boom. Ik kom hier een boskop op. Ik kom hier een resultaat op. Dat is een afkom. Begrijp je? Dus dat is een sens dat ik voor los een probleem op het hier. Hier is een prestak, want het is een attack die te pretend komt aan een man kwam aan liggen. En de kapitein souvenir, ik heb een programma gepikt, ik heb een man liggen aan een man. Ik heb een basia. Ik heb een Libi. Hij doet voor president de welkom aan Quinti. Want de sani die me ook heeft gezegd, een state sani gomoro bon. En hoe de one volk zijn we leren uit fouten. Hoe de one volk zijn we tot ons magwe. Aangezien er gesproken werd over het ontwikkelen van het dorp op agrarisch gebied, heeft het Quinti gebied ook last ondervonden van wateroverlast? Nee. Dus niet direct, maar indirect wel. Waarom? De dorpen, de twee dorpen liggen hoog, maar hoe het zo regent, is de weg heel erg slecht. Grote delen van de weg waren onder water. Ja, ik kan me nog heugen, een oma moest daar begraven worden en ja, de weg was helemaal niet begaanbaar. En ook door dus hoe het geregend heeft, de houtondernemers die blokken transporteren, maakt de weg nog slechter. Dus de mensen konden moeilijk van de stad komen om voeding te halen, levensmiddelen te kopen. En we hebben dus ook zo'n beetje ondersteuning gehad van de overheid. En de overheid is dus ingekomen met pakketten. Dus wanneer het regent, lopen de dorpen niet onder water, maar de weg die naar de dorpen leidt wel. Ik hoorde dat er gesproken werd over het probleem van drinkwater. Kunt u daar even op ingaan? Nou, het is namelijk zo dat, laten we zeggen, de dorpen geen drinkwater hebben, dus schoon drinkwater. Laat me het zo zeggen. Wij maken gebruik van het water uit de rivier. Ons geluk is dat er niet aan goudwinning daar wordt gedaan. Dus het water van de rivier nemen we aan dat schoon is. Tussen haakjes, laat me het zo zeggen. Dus, maar toch hadden we gesproken met de VP en nu weer bij de president. Dus dat er gezorgd wordt voor drinkwater, omdat dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is. Hè? Drinkwater, gezond water. En de president heeft beloofd dat hij dat wel zal regelen voor ons. Dus dat de dorpen voorzien worden van drinkwater, schoon drinkwater. Ik wil de president vragen, als het mogelijk is dat we een sportcomplex daar aan kunnen krijgen.
Dat is waar. Die daar ook bij was, dat hebben we ook besproken hier. Waarvan doe je? Waarom? Waarvan doe je? Ja, voor sport. Ja. Rokata Pasangimi. Oké. Rokata Pasangimi, dit is naar terrein. Ja. Dit is naar Sansawani. Wat we horen, Kata Pasani was stichting. Ja. Dat is Masani. Oké. Dan heb ik een doel opening. Voilà, Sanset Boom. Dat is een kwam voor jullie. Ja, alvast bedankt. Oké. Dat was het. Dat boek succes Basha, moet je hem afmi? Was dat mij door dat pe? Dat wil ook de president. Dat is de president pe president Kastribici. Dat president ook dan dat pe. Dat is een probleem. Dat wil ook was donga unu, was jandringi sama. Dat na san samiwani lip sama in akonder. Umroko sama lekker va ede kapten taki. Saba aguenti musko. Basha mo koran wan delegasi. Dat ik was doen dat ik los alle de problemen die ik op de zand zou kunnen lossen. Fos mi kon dat ik dat boom. Maar ik dacht dat ik kan doen direct want toen ik de sport, de umasuma, die ook de problemen als secretaris Tjakafesi.